Er moeten meer sociale en betaalbare woningen komen in Meerstad. Op die manier moet Meerstad een stad voor iedereen worden. De kwaliteit van de groene ruimte, het meer en de openbare ruimte blijft overeind. Voorlopig is er sprake van zo'n 10.000 woningen. En dat is meer dan de 8.000 stuks die eerder genoemd werden. Eerder hebben we wel eens gezegd, moeten er misschien wel 12.000 worden. Vorig jaar zeiden we, misschien moet het rond de 8 zijn. Ja. En nu hebben we gezegd, we willen ook echt een verandering in Meerstad doorvoeren, waarin we zeggen, we gaan meer betaalbaar bouwen. En dan los je het financieel uiteindelijk ook weer op door te zeggen, dan moeten we in zijn totaliteit ook nog iets meer bouwen. En dan zou het rond de 10.000 moeten zijn. De plannen voor Meerstad veranderen. Er staan nu 1200 woningen in Meerstad. Er wonen 3000 mensen ongeveer. En we gaan dus uiteindelijk wel misschien wel bijna 10.000 woningen maken. Dus we zijn nog maar net begonnen. En we zeggen, nu willen we ook echt bij de volgende fase meer sociale huur en meer betaalbare woningen toevoegen. Voor de uitvoering is het nodig om het meer flink te vergroten. Want het meer is nu 120 hectare. Ja, dat zijn een beetje abstracte getallen. Maar dat wordt dus 350 hectare. Dat wordt dus nog bijna drie keer zo groot als het nu al is. En dat meer gaan we ontgraven. Het zand wat daaruit komt gaan we gebruiken om de woongebieden op te hogen vervolgens daar te gaan bouwen. Dat betekent dat we ergens de komende twee jaar echt al gaan graven met dat meer, zodat we ook in de loop van 2026 al kunnen gaan bouwen. Dichter bij de stad wordt er intensiever gebouwd. En de Eemskanaalzone is dan het gebied tussen de Ring en Meerstad in. Hè. Daar moeten we nog even een goede naam voor verzinnen. Daar gaan we echt een stedelijk programma maken. Dus hoe dichter je bij de stad bent, hoe stedelijker het wordt, ook bouwen we ook wat hoger. En naarmate je dichter bij Meerstad komt, gaan we iets minder woningen per hectare bouwen en zullen we ook wat lager gaan bouwen. Aan het plan zijn extra kosten verbonden. Vergeleken met het eerdere plan, bouwen voor het duurdere segment, zijn de opbrengsten lager. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 15 november.